De Heeswijkse kampen viert de vrijheid. En wel op 5 mei, dat is logisch, op de Lavendelkade. De buurtvereniging is weer druk bezig, maar nu met iets compleet nieuws, hè? Ja. Bevrijdingsfeest. Wat gaat dat worden, Mark? Ja, dat is echt de Heeswijkse kampen viert de vrijheid. Hè. Dus eigenlijk voor heel Land van Kuik is het een gratis vrijheidsmaaltijd gaan we organiseren. Van 11 tot 2 zijn er kinderactiviteiten die georganiseerd worden door de buurtvereniging natuurlijk. En vanaf 2 uur is de ochtendvoer de band live aan het spelen van 2 tot 6. Dit wordt een hele happening, of niet? Ja, dit wordt zeker een hele happening. De band hebben wij gezien bij de nieuwjaarsreceptie in Kuik op 7 januari uit mijn hoofd. Nou, dat was een fantastische band. Die hebben we hier gevraagd, hè, van wil je hier spelen? We waren mega enthousiast en we hebben eigenlijk voor elkaar gekregen dat de ochtendvoer hier gewoon komt spelen. Dus dat is fantastisch. Ja. Nu kan ik me niet herinneren dat er in Kuik ooit al iets georganiseerd is om 5 mei te vieren. Hoe zijn jullie erbij gekomen? Ja, dat kwam toevallig op ons pad. En wij dachten dat is gewoon iets unieks. Dus dat moeten we even neerzetten. Ja. Maar nu kan ik me voorstellen als je zo'n geweldig groot feest gaat organiseren, dat dat ook wel een beetje in de kosten loopt, of niet? Hoe komen jullie aan het geld? Worden jullie gesponsord? Krijgen jullie subsidie hiervoor? Nou, wij krijgen een subsidie vanuit de V-fonds, dat is de 4 en 5 mei-comité. We hebben ons daarop aangemeld. Daarvoor hebben we een bepaald budget gekregen. Achter ons ziet u de boothuis. Die gaat de maaltijd verzorgen. Dus dat is voor tussen de 60 en de 80, 95 mensen. Krijgen mensen een vrijheidsmaaltijd. Voor de maaltijd, zal er de ochtendvoer, de band, zal er liedjes in gaan spelen. En tussendoor elk liedje komt een spreker. En dat is helemaal een uniek concept, hè, want dat is eigenlijk, ik heb het nooit gezien in Kuik. Ik heb het ooit ergens een bevrijdingsfestival gezien in Wageningen, maar hier niet. En dat gaan we nu gewoon realiseren. Dus dat is echt wel mooi om aan deel te nemen. Ja. Mensen moeten zich aanmelden op forfundeheeswijksekampen.nl of even voor ons Facebookpagina een berichtje sturen. We hopen natuurlijk op een gigantische aanwas van mensen. Hè, dat er tijdens de sprekers en tijdens de band, want dat is best een gerenommeerde band, dus we hopen eigenlijk dat er 300, 400 mensen hier toch wel langskomen. Onze horecatent is geopend met bier, fris en wijn. Dus we hopen eigenlijk op een mega succes. Ja, en dat is voor iedereen, daar hoef je niet voor aan te melden. Nee, de activiteiten hoef je niet voor aan te melden. Iedereen is welkom vanaf 11 uur. Met daarbij om de kanttekening dat om 2 uur ochtendvoer de liveband gaat spelen. Ja. Ja. En van 11 tot 2, wat is er dan te doen? Ja, dan gaan we kinderactiviteiten doen, Oud-Hollandse Spelen. En moet je zich daarvoor aanmelden? Nee, dat hoeft niet. Nee, dan mag gewoon iedereen mag gewoon komen en inlopen wanneer ze zelf willen en weer weggaan. Ja. We hebben omdat we heel veel gesponsord krijgen en gesubsidieerd krijgen, hebben we de drankprijs ook goed laag kunnen houden. Dus €1,50 per muntje. Dus één flesje bier is €1,50. Dat is eigenlijk best een goede deal, denk ik zo. Dus nu hebben we alleen nog maar, we hebben alles in de hand, behalve het weer. Dus we hopen met z'n allen dat we nu een fantastisch weer gaan krijgen. Nou, we gaan ervoor. En dan op 5 mei vieren wij in Kuik de vrijheid. Dank jullie wel.